start gevallen. Duel om de leiding, Amy Greenacre en Wala Paaslo samen. Amy Greenacre neemt iets voordeel, Wala Paaslo ligt tweede en op de derde plaats daarachter Joskat. Vierde plaats voor Amrei MC, vijfde Jezio WT en daarachteraan ligt Stal de Vlieger met Arie Alki op de laatste plaats. De voorlaatste plaats is voor Amazing Love. Zo gaan de paarden de eerste bocht in. Amy Greenacre leidt daar. Wala Paaslo ligt tweede. En aan de buitenzijde komt Amrei MC al naar voren. Amrei MC, Tom Kooijman is op oorlogspad. Die gaat naar voren en komt naast de leider. En mag waarschijnlijk ook de leiding gaan overnemen. Amrei MC is er al bijna voorbij. Amrei MC, daarachter Amy Greenacre en dan Wala Paaslo. Dat zijn de eerste drie. En op de vierde plaats ligt Joskat. Alle paarden achter elkaar op dit moment en zo komen ze voor de tribune langs en hebben straks nog één ronde af te leggen in de Groninger Stakes. Met aan de leiding Amra EMC. Amra EMC, Amy Greenacre en Wala Paaslo. Uit het achterveld komt nu Amazing Love naar voren. Die komt schuin naast Joskat. Daarachter Jezio WT en laatste is Arie Alki. Zo zijn we inmiddels 900 meter van huis. Leiding in handen van Amra EMC en die pakt nu twee lengte voorsprong op Amy Greenacre. En daarachter Wala Paaslo als derde. Vierde plaats de opkomende Vos, dat is Amazing Love. En daarachter aan de relingzijde Joskat. Jezio WT wisselt naar het tweede spoor en daarachter is het Arie Alki. Zo zijn de paarden in de rechte lijn overzijde. En daar gaat Wala Paaslo naar het tweede spoor. En is nog altijd Amra MC de makkelijke leider. Amra MC heeft een voorsprongetje van een lengte of 2-3. Amy Greenacre loopt er nu naartoe. Schuin daarnaast Wala Paaslo. Daarachter Amazing Love. En daarachter gaat naar de vijfde plaats Jezio WT. Proppen werden getrokken bij Joskat. Die ligt zesde. En zevende is Arie Alki. Zo zijn de paarden op weg naar de laatste bocht. Tempo is enorm aan kop met Amra MC. Daarachter op plaats 2 is het Amy Greenacre. En de derde plaats voor Wala Paaslo. En vierde ligt daar vlak achter Amazing Love. Zo gaan de paarden de laatste bocht door en is de koploper inmiddels halverwege de laatste bocht. En dat is nog altijd Amra EMC. Amra EMC op de tweede plaats daarachter Amy Greenacre. Derde nog altijd Wala Paaslo en op de vierde plaats Amazing Love. Zo zijn ze in de laatste rechte lijn. Leider is Amra EMC en dat blijft hij waarschijnlijk ook. Niemand loopt echt in op Amra EMC. Nu gaat Amy Greenacre toch proberen. Amy Greenacre komt gevaarlijk dichtbij en Kooijman ziet hem nu ook. Amy Greenacre, Amra EMC. Amy Greenacre aan de buitenzijde is Amra EMC voorbij. En het is Amy Greenacre die deze stakes gaat winnen. Tweede waarschijnlijk nog net Amra EMC of Amazing Love. De vierde plaats voor Wala Paaslo. Uitslag is officieel, dames en heren. De koers werd gewonnen door de 3 Amy Greenacre met Rick Ebbingen. Tweede aankomende was de 6 Amazing Love. Derde paard nummer 4 Amra EMC. Vierde de 2, Wala Paaslo. En vijfde was de 7, Arie Alki. 3, 6, 4, 2, 7 is officieel. Er is hier al, dames en heren, de winnende combinatie Amy Greenacre, gereden door Rick Ebbingen. Amy Greenacre is gefokt door de familie van Hulst. Ook in hun bezit, wordt ook door hun getraind. En het rijden laten ze bij dit paard vaak over aan Rick Ebbingen. De winnende tijd was 1:17:04. Felicitaties en bloemen voor Rick Ebbingen. En hij gaat dan zometeen beginnen, dames en heren, aan de ereronde. De man die altijd te boek is voor een gastrit. De familie van Hulst heeft hem ook ontdekt. Daar komt hij, Rick Ebbingen, Amy Greenacre.